Er was een man die kwam naar me toe, had me wel kunnen vermoorden of krachten, weet ik van wat. En eerst zei hij, steek je tong eens uit. En toen ging hij mijn tong lezen. Ik doe tatoeages zetten, hier, bij mij thuis. En ik gewoon echt met die, mag je hem gratis? Ja, snap ik. Ik was gewoon een proefkonijn. Ik ging in mijn hoofd ook aan allemaal hele heftige dingen denken. Aan martelingen van IS. Vandaag hier bij Bolt Inc. hebben we een echte powervrouw te gast. Ze speelde vroeger in GTSD, maar is nu vooral bekend om en door haar killer body motivation. Dan heb ik het natuurlijk over Faya Laurens. Zij jumpt hier bij mij vandaag in de tatoeage toe en ik wil alles over haar tatoeage te weten komen. Ik wist dus niet dat jij zoveel tatoeages had. Je volgt me niet. Nou, ik ben wel eens op je Instagram geweest. Dus wanneer dacht jij, ik moet echt een tatoeage hebben? Ik was 16 en ik wilde een tatoeage en mijn moeder was het er helemaal niet mee eens. Ja, en je moest toestemming krijgen van je moeder. Dus toen heb ik waar ik op kindjes paste, die moeder, die was altijd dronken en weet ik veel, was een beetje zo'n halve gek, weet je wel. Dus die zei, kan jij niet even met me mee? Net alsof je mijn moeder bent. En toen ging ze met me meegaan. Ja. En toen heb ik deze gezet. Maar ook gewoon die, hè. Je wil gewoon per se een tattoo. Je hebt er niet over nagedacht. Je bent veel te jong om eigenlijk te beseffen wat je aan het doen bent. Dus mijn moeder had gelijk. En oké, dan heb ik nog mijn sterrenbeeld uitgezocht. Wat op zich oké is, weet je wel. Maar ik dacht nu, ja, wat doet dat ding hier aan de bovenkant van mijn arm? En... Het is niet helemaal weg. Nee, hij moet nog 2 of 3 keer. Oh, oké. Ik ben nu 4 keer geweest. En hoe vaak moet het voor een normale tatoeage om het weg te laten halen? Nou, ik had er dus ook eentje op mijn buik en die was met veel verkleur. Oh, fuck. En die heb ik echt wel, ben ik wel echt wel 15 keer of zo geweest. Over het algemeen is hij wel een soort van goed weg. Oh, maar dit is wel, eerlijk is eerlijk, het ziet er wel goed uit. Het was helemaal een bos met rozen, gewoon echt een plakkaat. Toen dacht jij bij jezelf, daar ga ik een bos met rozen laten zien. Nee, ik had er een naam gezet vroeger. En die bos met rozen kwam er overheen. Welke naam heb je daar laten zetten? Ja, dat ga ik niet stellen, want dat is echt iets, dat wil ik echt niet. Okay. Maar dat was voor goede tijden en dat was in Keltische letters en het was echt, echt naïef. Ik was denk ik 17 of 18. Ik woonde op mezelf in Amsterdam Zuidoost en ik liep op straat en er was een man die kwam naar me toe. Had me wel kunnen vermoorden of krachten, weet ik van wat. En eerst zei hij, steek je tong eens uit en toen ging hij mijn tong lezen. Eerlijk gezegd had hij het echt wel best wel bij het juiste eind. En toen zei hij, wil je niet toevallig een tatoeage? En ik had, die had ik al. Ik doe tatoeages zetten, hier, bij mij thuis. En ik gewoon echt met die, mag je hem gratis? Ja, snap ik. Ik was gewoon een proefkonijn. En ik had net een vriendje, echt zo net een paar weken. En toen dacht ik, ik doe wel zijn naam. En toen, wel nog in Keltische letters. En gelukkig kon niemand het ontcijferen. En het was echt een heel triest verhaal. Want toen stond ik dus in de beachclub te werken. Want daar werkte ik. De Bayside Beachclub in je bikini. Weet je wel, achter zo'n biertub. Ja. Met helemaal stoer die nieuwe tatoeage op mijn buik. Zo. Toen kwam een meisje naar me toe. Goh, ik hoor dat jij de naam van mijn vriend hebt getatoeëerd. Nou, echt heel heftig. Jij hebt redelijk naïviteit gehad. Ja, heel erg. Het is ook wel heel naïef om net een paar weken met iemand een tatoeage natuurlijk te zetten. Maar het boeide me allemaal niet zoveel hoor. Toch oké, nou zet ik wel een keer wat overheen. Niemand kan het toch lezen. Toen heb ik die lelijke bosroos eroverheen gekwakt. Dit is het beste verhaal wat ik zijnde heb gehoord gewoon. Alsof je het dan niet hebt geleerd, doe je gewoon met een volgend vriendje waar je een beetje verliefd op wordt gewoon weer een naam. Okay. Nou ja, het geeft wel even aan hoe... Want soms, mijn dochter is 18 en vind ik haar wel eens naïef met jongens of iets, weet je wel. En dan denk ik, Jezus, doe niet zo naïef. En dan ga ik me heel even rewind. Mama was ook zo. Ja. Wat hebben we allemaal? Ik ben in Amsterdam geboren. Ja. Dit heb ik, die mandje heb ik neergezet toen ik mijn huis kocht, mijn droomhuis. Ja, dit is voor mijn vader, die is overleden. Ja. Dit is Shiva, een Indiaas god van het welzijn. Ik ben hindoeïstisch opgevoed door mijn moeder, heel spiritueel. Maar ja, dus het is een god van het welzijn. Ja. Dit is focus, omdat ik echt heel veel moeite heb om me te focussen. Focus? Ik spring altijd in duinsloot tegelijk, ook met mijn werk en mijn bedrijf en alles. Ik geloof heel erg in de frequentie die een tatoeage uitstraalt. Dus daarom wilde ik ook die duivel die ik ooit ook een keer had gezet van mijn lichaam af. Ja. Want dus ik wil alleen maar positieve dingen op mijn lijf. Nou, dit is dus de mountain van succes. Dus dit is wat je er allemaal voor moet doen en laten. En dit is wat mensen zien. Ja, ze heeft het allemaal zo makkelijk en blablabla. Nou ja, dit is eigenlijk... En dit is de circle of life die ik ook hier in mijn keel heb. Deze zijn dan de geboortedatums van mijn familieleden. Dus dit ben ik zelf, dan vader, moeder, weet je wel zo. Gaat het helemaal door. Sick. Naar mijn neefje. Ja, dit is een oom. Dat is ook een van mijn eerste tatoeages na die of zo. Mm-hmm. Om Namah Shivaya. En die heb ik ook hier in mijn nek. Om Namah Shivaya.
Om. En daaronder heb je... De naam van mijn kinderen en dan staat er in het Hindi... ik hou van jullie, jullie zijn het beste wat me ooit zou voorkomen. Om Namah Shivaya en daaronder. Mijn naam staat er ook tussen. Oh. Ja, krijg je ook dickpics en dat soort dingen? Ja. En, Wil je er eentje zien? Ik heb er gisteren eentje gekregen die sperma op zijn scherm had. Ik weet niet of ik dat hoef te zien, maar ik denk dat je me toch gaat laten zien. Ja. Ik dacht, dit is wel echt next level, man. We blurren het wel. Dat hij dit stuurt, wacht. En dan hebben we in je nek, hebben we Forgive. Ja, dit heb ik handpoke gezet, ja. Prison style, in Zuid-Afrika voor een tatoeageprogramma. Forgive is voor mij zeg maar mijn levensmotto om zelf gelukkiger te leven. Dit is een... hindoeïstisch, mensen denken jodisch ster, maar het is hindoeïstisch. Ja, nou ik zie wel heel duidelijk dat dit geen jodisch ster is hoor. En heb ik nog een vlinder op mijn zij. En dat is de vlinder van de track Time Will Tell. En dat is een liedje wat ik voor mijn overleden neefje heb gemaakt. Dat stond op het hoesje. Oh ja. Die is over een ex-vriendje heen. Zie je niks meer van trouwens. Dus die vlinder heb je over een... ex-vriendje heen gezet. Met dit was ik wel echt heel erg verliefd, ja. Het was wel in een verliefde bui dat ik dat inderdaad deed. En wie was dat ex-vriendje? Dat doet dat toe. Tuurlijk! Dat is het hele verhaal, toch? Nee, onbelangrijk. Ja. En wat is dan de meest nare tatoeageervaring? Deze deed zo ontzettend veel pijn, dat ik op de helft, na drie kwart niet meer kon, ging in mijn hoofd ook aan allemaal hele heftige dingen denken. Aan martelingen van IS die dan... Waarom? Ja, ik weet niet. Want waarom? Ik weet nog precies, want er was toen net zo'n piloot in de fik gestoken of zo. Op zo'n plateau. Het heeft zoveel pijn. En ik dacht, oh, zo voelt het dus als je gemarteld wordt. En dan kan je er niks tegen doen. En ik merkte mezelf helemaal gek. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment zei, stop! Nee, ik kan echt niet meer. Ik kan niet meer. Nee, en nu stoppen we echt. Ik heb zoveel pijn, maar ik kan niet tegen een half af tattoo op mijn lijf. Nee. Dus ben ik met mijn domme harsjes de volgende dag teruggegaan. Terwijl je moet het normaal laten helen en dan ga je het afmaken. En toen ging ik dus dat laatste uur, de volgende dag, dat was de ergste hel van de wereld. Toen ging ik daarna deze doen, maar ik had zo'n angst gekregen door die. Dat je er gewoon eentje op je keel laat. Nee, dat ik dus deze heel bang voor was en toen voelde ik hier niks van. En toen dacht ik, ik voel helemaal niks. Eerlijk gezegd, die vlinder wilde ik eerst in mijn nek. Dat had ik hard gevonden. Zeg. Ja, maar om die tatoeage eerder zei, hij is te donker. Want het is een uitgelopen vlinder, zeg maar aquarel. Ja. En het wordt één donkere vlek in je nek. Dus je moet iets anders kiezen voor je nek. Ga je wat in je nek? Ja, ik wil het wel nog steeds. Echt? Ja, maar mijn dochter zegt, nou, je bent een moeder. Maar het is toch leuk, want kijk, oké, en je wordt ook ouder. Oké, prima, maar dat maakt toch niet uit, ouder met tatoeages, of wel? Zeker niet. Hoe oud ben je ondertussen, mag ik dat vragen? Nou, bijna 40. Nee. Nee, ik word 38. Of ben ik het al? Je hebt hier een tatoeage met, als ik het goed heb, is het diamantje omdat je je droomhuis hebt gekocht. Maar nu wil ik ook weten hoe je droomhuis eruit ziet. Als klein meisje zei ik altijd, ik wil een boerderij in Amsterdam. Ja. En lachten mensen me voor uit. In principe heb ik nu onder de rook van Amsterdam een boerderij. Ik heb mijn eigen gym, mijn eigen sportschool, muziekstudio in huis. Ik heb mijn kantoor in huis. Ik heb mijn appartement in huis waar mijn beste vriendin woont. 8 slaapkamers met 6 badkamers. Hoeveel? 6 badkamers. Is dat het moment dat je bij jezelf dacht, nou, hé? Hier, met z'n allen. Jullie zouden allemaal dat niet ging lukken. Ja, ik vond het wel grappig, want ik wilde dat huis al een heel tijdje kopen. Ik kon het eerst nog niet echt betalen. Toen zei ik tegen mijn boekhouder, toen mijn boek heel goed ging van kan ik het kopen, zei hij nee, veel te hoog gegrepen. Toen dacht ik, what the fuck, jij bent boekhouder en je werkt voor een baas en dat zal je altijd blijven doen. Ik ga het gewoon kopen. Ik ga niet naar jou luisteren. Weet je wel? En toen heb ik gewoon de knop omgezet en toen ben ik gewoon voor gegaan. Ik heb het gewoon gekocht. En nu is de beste investering ooit geweest. Ja, want ik heb echt heel veel overwaarde. Ja. Eigenlijk als ik het zou verkopen, dan zou ik theoretisch kunnen stoppen met werken. Maar ik vind werk veel te leuk. Dat ga ik niet doen. We hebben het even gehad over deze weggelezerde. Mm-hmm. We hebben die weggelezerde gezien. Had je nog eentje die weggelezerd was? Ja, ik had vroeger een duivel. En die heb ik ook helemaal weggelezen. Die zie je echt bijna niet meer. Oh ja, nee, je ziet echt niks meer. Ja. Ik wist niet dat ze zo goed weg konden lezen tegenwoordig. Ja, het doet wel heel veel pijn. Ja? Heel veel pijn. Is er nooit baby's geboren worden, alles minder pijn dan dat. Nee. Ja, je moet het zo zien. Zo'n stukje, dit, duurt 2 seconden. En je wil bijna in die 2 seconden zeggen 3 keer stop. Ja. Zo pijn doet het. Zeg maar, die tattoo van die naam, dat duurde dan... Laten we zeggen 6 seconden. Zo. En dan zei ik stop. Oké, 1, 2, yes! Dus de mensen die nu zitten te kijken en denken, nou, ik laat mijn tatoeage gewoon makkelijk weglezen. Nee, het is heftig. Het is een hel. We hebben altijd aan het einde heb ik nog 1 vraag. Als jij, en het moet, ergens op je lichaam een penis zou moeten laten tatoeëren,
Oké, okay, nou ja, ik heb een hekel aan micropenissen, maar dat zou echt een micropenis worden. Ja. Oh nee, je moet niet een micropenis op je lichaam doen, want dan trek je dat aan. Want alles waar je aandacht aan geeft, dat komt op je pad. Ja, hij zal heel groot zijn. Ja, het is echt zo'n penis. Zo'n ding gewoon. Hier, gewoon op mijn bicep zo. Nee, maar ik zou het nooit doen, dus dat is een vraag. Ja, ik kan wel nu wat zeggen, maar misschien onder mijn tiet of zo, dat je hem net niet ziet, dat hij eroverheen hangt. Ja. Je hebt echt leuke verhalen, dus we gaan nu door naar day one. Daar gaan we een tatoeage laten zetten. Dan wil ik van de mensen thuis even weten wie willen jullie nog meer in deze stoel hebben zitten. Let us know. Laat even in de comments weten wat je van deze aflevering ook vond. Laat een like achter. Abonneer, volg Faya overal. Waar kunnen ze je vinden? Faya Official op Instagram of My Killer Body Motivation. Daar moet je dus even heen gaan, dan zie je meer van een mooie Faya. Ga even naar @JJBosker, volg mij ook op Instagram. En dat was hem voor vandaag. Hoe tof was deze? Dank jullie wel voor het kijken. En tot later. Kom straight bold. Ciao.